trap, heel erg goed. Dat is de strijd om de vijfde, zesde en zevende positie. Ja, deze is de man met vlecht van de rode nu ook in de plaats voor de achterkant hebben we deze focus. Deze de plaats voor Stiefrabon, die plaats voor de snelste en de tweede rijder. Hier op de plaats en dat ziet mij, dat klein kop. The course part of this building, shell for 1944, the heat exploded the shell. It's hot out there, man. You guys are exploding shells and bombs and bullets. The level pro nationals are. Jaggle, man.
a 1-5-2 for his last lap. Well ahead. Holding for the 1-5-7. Unbelievable. Sick tack. But still, second place in MX2, and William Sadas is on third place in MX2. Nicolaas Alpijn is er een inlopen. Ja, kijk, en nu zien we inderdaad dat we de hoogte van de vlucht omhoog gaan. Ja, zo moet het. We lost out the group crest on about 2 laps to go. Ja, dit is inderdaad Johan zijn Vindegaard afgeeft tijdens deze Red Bull Bronnenstart nummer 12. De Reuver die nu nog wel niet sneller een rondetijd heeft. We zien zelfs dat de laatste nummer is als Mark de Reuver. Dus de Reuver moet nog op. Nicolaas Albert. Zevende plaats voor Davis, Lips, achtste plaats voor Jason Token. Hij is op. Mark de Reuver. Mark, jongen, in de start was het even dringend geblazen, dacht ik niet.
Ja, het hek viel iets eerder als gisteren. Gisteren duurde het wat langer en nu viel hij eigenlijk meteen. En ja, de start is niet zo slecht en ik wou achter Max aan. Maar ik verkrampte en ik begon de verkeerde lijnen te rijden. En daarom is de conditie ook niet helemaal op punt. Voel ik nu wel. Voor een zandweg rijden, maar we hebben nog tijd. En ik moet zeggen, op deze baan word ik moeier als een uur op of eerst of zo. Het is heel apart. Het is heel apart, dat zegt dan de zandspecialiste van de motocross, Mark de Heuver. Hij is de tweede geworden. En dan de winnaar, die willen we ook graag hier hebben. De winnaar van de First Moto Red Bull Pro National, Maximilian Nagel. U mag een applaus geven voor de man hier uit Duitsland, Maximilian. Oh, have you a minute for me? Yes, kom voor a little interview. It was a good moto, the first moto. Yes, the start was quite difficult because like Mark said, the gate, you watch 5 seconds and the gate dropped immediately, so I was not ready. But still I make a good start and then I tried to push the first 10 minutes really hard to make the gap and then to control the race. But it's really difficult because the track is not really, it's a nice track, but it's so strange to ride with this underground. It's so difficult to crash or so easy to crash and make mistakes, but I was trying to make like good practice to push the whole 25 minutes and just for like the training. Yeah, I have seen the lap times, they were very good, they were constant, the same lap times. Yeah, that was my plan because my mechanic, he showed me the lap times every day, every lap, and I tried to continue. It was only difficult with the lap riders because yeah, they are fighting for the position, so it's really difficult to pass, but oh, I'm just happy now. Okay, congratulations, Max Nagel!